Oh hey mensen van 023 Michael, ik had jullie daar niet gezien. Welkom bij een nieuwe serie hier op 023 Michael. Oh mijn god, het muziekje gaat steken like Stardust Simulator 2013, jongen. Klik to begin en dan gaan we dat doen. Ik heb hem al even gestart om te kijken van hoe het ging. Dus ik heb deze al gedaan, maar weet je wat? We gaan hem verbeteren. Sowieso. Ik weet ook zeker dat jullie dit nog nooit iemand hebben zien doen. Ik bedoel, Sun Simulator, ik bedoel, dat is alleen iets wat ik doe. Dat is een game die speciaal voor mij gemaakt is. Die heeft nog niemand gedaan. Wij gaan beginnen met Bob. Ik heb zijn naam net niet kunnen laten zien. Dit is Bob. Wacht even. Doe maar stil, Bob. Ik ben er nu. Ik ben een dokter. Het gaat me lukken. Ik heb me helemaal lukken! Oké, sorry Bob. Ik moet mezelf inhouden. De vorige patiënten die ik allemaal heb gehad, hebben het niet gered. En de mensen van het ziekenhuis willen dat ik toch eens iemand zijn leven daadwerkelijk red. Ga weg, Doek! Doek! Zit hij op mijn pols? Nee, hij zit niet op mijn pols. Mooi! Nailed it. Dan pakken wij even. We hebben zoveel dingen om te kiezen. Of dit. Of hier misschien. Of hier misschien. Of. Oh fuck. Come on. Het zijn echt kutcontroles trouwens hoor. Holy. Ik heb hem niet goed vast. Dan probeer ik hem zo te pakken. Dan probeer. Godverdomme. Godverdomme. Iets naar voren. Pak het. Sla het anders even rechts, zodat... Wij pakken iets anders! Godverdomme. Nee, geen mes. Kon hamer. Kon op zijn harsjes inslaan. Godverdomme. Oh mijn god, ik krijg niks meer te pakken. Ga die weg, hamer. Oh mijn god. Dan pak ik hem zo, zoals iedereen een hamer vasthoudt. Zo toch. Oh, en nou pakt hij... Pak ik beide. Zo pak je niks en zo pak je ze allebei. Tuurlijk joh. Ik heb een hamer. En ik weet wat ik daarmee ga doen. Ik moest even dat doen. En dat is... Oh, moet iets lager. Iets lager. En dan... Ga... Let's get loose. Hij wil niet los. Niet la... God. Tyfus. Nee, niet mijn horloge. Zo. Oké, dan moet ik iets anders vasthouden. Wacht even. Zo. En... Zo, waarom gaat mijn hand die kant op? Dat was niet de bedoeling. Je moet... Zo, en dan... Zo, en dan... Zo, dit even ook kapot mappen. Zo, en dit ook. Los! 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 Ah! Oh mijn god. Weet je wat, ik vind dat hij er helemaal perfect uit ligt. Laten we even wat botten gaan verzamelen. Nou, wat ik hier vast heb... Wacht even, wat ik hier vast heb... Is een stukje van zijn... Biologieles, laat me in de steek. Oh fuck, nou gooi ik het terug. Dat was niet de bedoeling. En dat leggen we hier neer. Bob, verzamel je alles even van jezelf. Dat zou hartstikke fijn zijn. Dit ook even. Dank u zeer dat u meewerkt met deze operatie. Dan zijn we ook sneller klaar. Hier heb ik een long. Die lijkt mij dat ik die het beste hier kan neerleggen. Of daar, tuurlijk. Waarom niet? Ik heb hier nog een stukje Bob. Een stukje Bob. Bob, hou vast. Dan noemen we het zo eens even. Pakken ook even het. De long. Andere long. Ah, lekker geluid.
Kun je niet tegen, word je misselijk, hou dan ook meteen op met kijken, want ik wil geen kotsende mensen achter de computer hebben. Of leg dat gewoon op de grond neer, waarom ook niet? Ik bedoel, dat ligt veel beter daar. Laat ik het even trouwens anders pakken, om het een klein beetje af te maken. Een mok! Een mok! Daarbij zal het vast wel lukken. Ik heb echt het gevoel dat ik daar meer eerder de mok kapot sla dan die ribben. Oké, dat werkt dus niet, Bob. Smakelijk drinken. Er zit niks in. Wij gaan eens even deze pakken. Deze pakken. Heb ik iets? Heb ik? Nee. Nee. Ja. Want het is nog niet helemaal goed. Alles verwijderd. Moet ik wel goed vastpakken. Zo, dat is al iets beter. Daar ook een beetje. Daar ook een beetje. Oh, wacht. Ah, nee. Daar niet. Nee. Oh, nee. Oh, fuck. Dit gaat niet goed. Pak het goede spul. Pak het goede spul. Nee. Hij gaat dood! Rustig, Bob! Rustig! Jij... Wat even. Jij bent niet... Is niet het goede spel ervoor. Oké! Weet je wat? Ik ga gewoon proberen te snijden. Want hij heeft al heel veel bloed verloren. Ik kan niet al te veel meer fout doen. Want dan gaat hij dood. Fuck die boor. Het ligt allemaal op die spullen. En het laatste en enige mesje dat er niet in de weg ligt. Oké. Mes. Scalpel-achtig dingetje. Heb ik hem vast? Ah, ja. Ik heb hem blijkbaar vast. Ik steek hem daarmee bijna lek. Oké. Dit is heel precisiewerk. Wat alleen dokters kunnen uitvoeren. En ik ben een dokter. Dus ik kan dat. Perfect. Ik zie ook niet echt duidelijk waar mijn mes zit. Een beetje verder. Nee, dat is weer niet goed. Ja. Nailed it. Even een beetje zo. Gaan we proberen. Daar onder nog de slokdarm los te snijden. Nailed it. Oké, die leggen we dan ook netjes voor later gebruik hier neer. Ik heb de slokdarm. Die slokdarm leggen we daar neer bij de boor, omdat het daar gezellig is. Ik probeer dadelijk misschien ook nog mijn horloge eruit te pakken, maar dat gaan we dan dadelijk weer kijken. Ik wil die maag! Of zal ik die leven? Wacht even, eerst ligt dit mes echt gruwelijk in de weg. Dus we gaan even naar beneden, pakken het mes. Snijden hem een klein beetje mee. Maar dan leggen we hem ook hier neer. Zo, veilig van de patiënt vandaan. Zodat we hem rustig zijn lever eruit kunnen trekken. Lever! Wat heb ik vast? Heb ik zijn lever? Holy shit, wat had ik vast? Ik denk zijn bot. Had ik heel even nog een paar keer op zijn botten inslaan. Want blijkbaar is het opensnijden van dat ding niet de bedoeling. Ik weet niet waarom hij het ineens koud heeft, maar hij bibbert. Oh, ik heb hem niet goed vast. Nee! Dat is niet zo fijn. Weet je wat, we gaan gewoon proberen meteen het hart eruit te snijden. Dat lijkt mij wel zo'n strak plan. Even zo, dat ik een beetje zo... Heb ik iets opengesneden? Zijn hart al los? Nee, maar hij verliest bloed. Ik ga heel even hem nog prikken met de groene naald. Want anders zijn wij Bob kwijt. Over een paar minuten. En dat moeten wij niet hebben. Niet na wat er met alle vorige patiënten is gebeurd. Ik ga er niet nog een verliezen. Niet nog één. Zo. Leggen we daar rustig ook weer neer. En dan pakken we... De scalpel. Oh, de scalpel ligt hier. Ik leg hem even wat beter neer. Oh.
pokken, dit is echt kut controls. Like a fucker. Ja, dan gaan we zo een beetje rustig naar beneden. Heb ik hem vast? Ja, zoals het hoort. Hou ik de scalpel goed vast. Wij gaan hier naar het hart toe. En snijden hem niet in zijn hart. Maar alleen bij waar de aders zitten. Snij ik hem. Zo, dat zit los. Oh, daar moet ik niet zijn. Daar zit geen hart. Ik zie nog geen hart eruit flippen. Ja. Oké. Dit gaan we halen. Jongens, dit gaan we halen. Ik pak het hart. Ik pak het hart van Bob. Ik pak het hart van Bob. Heb ik het hart? Ik heb het hart. Bob, ik heb je hart. Hier, ik heb het hart recht in je gezicht. Zo, ik leg het een beetje hier neer. Zo. Bewaar jij je oude hart, dan geef ik jou je nieuwe hart. Fles ga uit de weg. Donder op, zoek een leven. Maar ga weg. Oké. Dit is het nieuwe hart dat er netjes ingelegd moet worden. Zo. En... Pommeloos! Kom op. Je zit er goed in. Ga erin. Ga op. Oh mijn god, dat ga je niet menen. Hè? Hij ligt goed. En hij verliest bloed. Nog even een keer prikken met een naald. Want ik heb hem net blijkbaar in zijn hart gesneden. En dat vindt hij niet zo fijn blijkbaar. Zo. Is hij weer rustig? Zo. Gaan we naar beneden. We pakken het hart. Want blijkbaar ligt het niet goed. En dan zeg ik... Bommen los! Hij ligt goed! Hij ligt fucking goed! Are you shitting me? Come on. Oké. Zo, hij ligt hier. Bommen los! Oh mijn god. Godverdomme. Spel! Hij ligt er goed in! Hij ligt erin! Ah, come on. Los! Kom op, hij ligt... Moet ik hem maar niet ingooien, maar inleggen? Of ligt er een bot in de weg? Ik denk dat de botten een beetje in de weg liggen, dus ik leg het hart heel even netjes hier terug. En ga heel even een paar botten verwijderen. En daar had ik de mok ook voor nodig. Meneer, mag ik even mijn mok terug? Dank u wel, Bob. Dat lijkt me echt super dat ik mijn mok terug mag. En even wat eruit ga scoopen. Hier hoort eigenlijk mijn koffie in te zitten. Zuster, waar is mijn koffie? Waar is mijn koffie? Zuster, zeg maar waar mijn koffie is. Nou, mijn zusters, die heb ik niet. Nou, weet je wat? Ik vind dat ik het hier al een beetje vrij heb gemaakt voor het hart. Ik zet mijn mok hier netjes weer neer. Nou, netter kan ik een mok nooit... Netter gaat gewoon niet worden. Netter kun je de mok niet terugleggen. Dan pak ik het hart en val niet uit mijn handen. Nu pas. Who the fuck is dat niet goed? Even kijken, hoe moet die dan? Ik moet eigenlijk mijn pols een beetje zo draaien. En dan een beetje zo. En een beetje zo. En dan los! Come on! Hoezo ligt hij niet goed? Ik krijg hem gewoon niet meer beter dan dat ik hem net had te liggen. En hij keurt hem niet goed. Los! En... Kom op! What the fuck? Hoezo ligt hij niet goed? Zo. En los. Oké, hij ligt in ieder geval nou niet inderdaad op de juiste plek, maar daar hoort hij. Daar hoort hij. Keurig, nou goed. Oh, al die botten downen hem iedere keer op een andere positie. En ik krijg die bot... Oké, ik leg het hart weer even... Oh nee, niet hier. In je gezicht? Nee, ook niet. Ik leg het weer terug, netjes hier neer. Zo. En dan ga ik het nog één keer proberen, Bob. Werk nou eens mee, Bob. Laat eens even hier wat botten eruit. Ik ga het er niet scoopen, ik ga het gewoon pakken. Zo. En dan pakken. En dan even naar voren. En dan pakken. En dan... En dan naar beneden. En dan pak je iets.
Pak nou iets! Hij pakt niks. Ik word hier doodziek van. Kom op! Wat ligt nou in de weg? Die twee botten, mogen die daar niet liggen? Zo ja, hoe kan ik ze dan in godsnaam er weer uitscoepen? Wacht even. Ik ga nog één keer proberen met iets anders. Met dit bekertje nog één keer misschien. Rustig, Michael. Rustig. Je hoeft nog niet boos te worden. Je hoeft nog niet boos te worden. Hou vast, Bob. Bob, ik zei dat je het moest vasthouden. Jij, motherfucker, waarom laat je mijn mok nou weer vallen? Nou kan ik hem nog een koffie meer. Oké, rustig, Michael. Rustig. We pakken nog één keer het hart. En we leggen het erin. Zoals een hart hoort te liggen. Kom op. Ga even zo goed liggen. Keur hem nou goed, game. Kom op, hij ligt erin. Hij ligt het. Beter dan dat kan toch amper. Kom op. Hij zit erin. Hij zit er fucking in. What the fuck moet ik doen voordat hij eindelijk goed ligt dan? Zo. Looks fine to me, as sure, I'm sure he'll live. Fuck yeah. Holy fuck, dat wel duurde lang voordat hij hem eindelijk goed pakte. Ik denk dat ik misschien inderdaad 10 minuten geleden was ik klaar. Of zo. Holy fuck. Maar het is gelukt en de volgende keer gaan we de kidney transplant doen. Ik bedank jullie voor het kijken. Druk even op het duimpje omhoog. Abonneer, laat een leuke reactie achter. Ik hoop dat je niet hebt hopen dat je misselijk bent geworden. Ja, ik ook niet hoor. Nee. Telefoon. Vroeg ik jou wat? Hallo. Wacht even. Wacht even. Even. Ja? Hallo? Wat even. Hallo? Oké, blijkbaar is er niemand aan de telefoon. Nou, dan kunnen we maar één ding meedoen. En dat is oppakken die telefoon. En... van mijn bureau achteraan! Van mijn bureau! Wow, mijn buildspace wacht helemaal uit. Wegwezen! Dag, dag! Dag, dag! Kuttelefoon. Een of andere prankcaller. En, zuster, waar is mijn koffie? Waar is mijn fucking koffie?